kijkt naar een nieuwe video. Ik ga vandaag een aantal Catrice producten voor het eerst uitproberen. Ik dacht, we gaan gewoon een soort kletsen, make-up lookje maken. Kijken of het wat is, een beetje swatchje. Dus ik heb bij de Catrice video, waar ik het heb uitgepakt, zeg maar. Die zal ik hierboven even linken. Heb ik een beetje naar de reacties gekeken van welke producten jullie zouden willen zien. En die heb ik verzameld en die gaan we vandaag gewoon gebruiken. Het zijn dus niet alle producten uit het perspakket die ik heb ontvangen van Catrice. Want ik heb ook wat producten weggelegd voor mijn winactie die binnenkort online komt. Maar wel de items waarvan ik zelf ook nieuwsgierig was en jullie ook het meest. Dus daar gaan we mee beginnen. Ik heb wel al mijn huid gereinigd en mijn huidverzorging aangebracht. Zodat het even kan intrekken. Ik heb mijn haar naar achter gedaan. Normaal heb ik het altijd los. En ik wil eerst nog even een kleine disclaimer doen. Ik heb corona en ik klink al weken snotterig, verkouden en benauwd. En nu heb ik het zelf. Dus ik klink waarschijnlijk nog snotteriger, verkouder en benauwd. De stukken waar ik moet hoesten of waarvan ik echt... Dat kan niet in de video, die knip ik weg. En ik heb een bril, dat zien jullie. Maar als ik hem afdoe, zie ik niet zoveel. Dus ik heb hulp, troepen, spiegeltjes en zo. Zodat ik wel een look kan maken. Maar soms zou je dus mij zo op een beeld zien. Want zonder mijn bril zie ik gewoon niet zoveel. Maar goed, laten we gaan beginnen. Aanbrengen van de Catrice Vitamine C Fresh Glow Primer uit de Clean ID Line. Ik heb hier echt heel veel reacties op gehad onder de video. Maar ook op Instagram en privéberichtjes. Dus blijkbaar is het een heel populair product al. Even het folietje eraf halen. En ik moet zeggen, ik was ook wel nieuwsgierig gelijk. Dus we gaan hem even aanbrengen. Hij is een beetje neutraal van kleur. Geur. Ja, kan ik je nou niet vertellen helaas. Oh jawel. Hey, ik krijg mijn geur terug. Ja, een beetje fris. Denk ik. Nee, we gaan hem aanbrengen. Nou, hij is aangebracht. Ik moet eerlijk zeggen, een primer vind ik altijd niet een heel spannend product. Want je ziet er niet heel veel van. Maar ik hoop dat de belichting een beetje meewerkt. Ik krijg wel een beetje een soort healthy glow effect. En het voelt een heel klein beetje plakkerig. Dat plakkerige gevoel zorgt er natuurlijk voor dat je foundation of je BB of je CC cream, je basis wat beter blijft plakken en zitten. En daar zorgt hij een heel klein beetje voor. Volgens mij is het gewoon een prima basic product. Maar dat hij zeg maar die glow zorgt. Die ik hier al kan zien. Dat is vooral... ja, dat vind ik wel fijn. Dat vind ik een pluspunt. Dus op naar het volgende product. Ik moet zeggen, ik heb dit echt al zo lang niet gedaan. Hoor, dat kletsen en make-up. Ik weet niet eens of die video's nog online staan van vroeger. Even kijken, waar is de tweede... ik zit te kijken, waar is het tweede product? Maar ik zie natuurlijk niet zo heel veel. Dat is de 24-hour Hyper Hydro Skin Tint. Ook uit de Clean ID line. En dit is een skin tint, zoals het al zegt. Dit zorgt ervoor dat het een heel klein beetje dekking gaat geven. Het is dus geen foundation. Verwacht geen medium of full coverage dekking. Want dat is het gewoon niet. Maar dit is wel een product waarvan ik denk, nou, kunnen we een beetje zien of het een heel klein beetje wat doet voor mijn roodheden. En voor mij is dit nu prima. Ik voel me niet lekker genoeg om full glam voor de camera te zitten. Dus dat hoef ik niet. En hier had ik ook heel wat reacties op gehad. Dit is de kleur Neutral Scent 010. En ik weet dat er nog meer kleuren zijn. En dit kost een paar euro. Dus ja, ik ben hier wel nieuwsgierig naar. Ik breng hem aan. Want ik heb gisteren gekeken. Volgens mij is het wel de juiste kleur. Want ik had hem heel even geswatcht. Omdat ik zat te twijfelen of ik voor de foundation zou gaan uit het nieuwe assortiment of voor dit product. Ik breng hem gewoon aan met mijn make-up spons. Die heb ik al vochtig gemaakt. En weet je wat ik trouwens... Dit is echt heel random en ik bedoel er verder niks mee. Maar iedereen noemt de spons een beauty blender. Maar het is gewoon een make-up spons. Beauty blender is een merk. Deze is van Morphe. Die komt uit de Coca-Cola collectie. Die vind ik echt heel goed. Die heb ik ooit in de PR-pakketten vorig jaar ontvangen en ik gebruik hem nog steeds. Ik wil hem heel graag opnieuw kopen, maar volgens mij is deze niet bij Douglas te koop. En om nou voor een make-up spons bij Morphe, dat weet ik niet. Maar goed, zo ziet het eruit. Ik zal hem zo ook op mijn hand swatchen. Zo ziet mijn huid er nu uit en dan ga ik hem aanbrengen. Ik pak trouwens even mijn andere spiegel erbij. Mijn Style Pro. Ik heb hier ook een review op geschreven. Die zal ik ook even linken. Maar die zorgt ook voor de
voor het licht, want dan zie ik net wat meer. Ik doe het nog een heel klein beetje meer. Wat ik nu kan zien, zeg maar, ik hoop, want ik weet natuurlijk niet hoe goed het op camera overkomt. En dit is ook mijn first impression natuurlijk. Wat ik nu kan zien is het een goede match qua kleur. En ook precies wat ik zoek. Het geeft een beetje dekking. Het ziet er neutraal uit, maar wel goed, zeg maar. En die glow van die primer en van het product zelf zorgt ervoor dat mijn rijpere, drogere huidje er net wat beter uitziet. Dus tot nu toe ben ik wel tevreden. Hij blendt ook mooi met de spons. Ik zeg wel altijd, dit soort producten zijn natuurlijk al niet heel erg dekkend. En de spons neemt ook product op, waardoor het nog iets minder dekking is. Dus je kan hem ook deze skin tint gewoon met je handen aanbrengen. Of met een foundation kwast, een stippling brush bijvoorbeeld. Maar ja, mijn kwasten zijn vies. Ik had er geen zin in om ze allemaal schoon te maken. Ik denk, ik gebruik gewoon mijn spons. En het werkt ook. En het ziet er ook gewoon goed uit. Dus ik ben gewoon eerlijk. Ik had geen zin om met mijn zieke hoofdje en alles mijn kwasten nog eens eventjes extra te gaan wassen. Dat zat er niet in deze week. Volgende week weer. Ik heb de skin tint aangebracht. En nu dat ik hem iets beter bekijk, zeg maar van dichtbij. Zie ik wel dat hij misschien iets te donker is. Tenminste, het kan net. Nou ben ik zelf natuurlijk. Nou, maar hij is voor mij iets te donker. En dan vraag ik me af, dit is 010. Of dat het überhaupt iets gaat zijn, een goede match voor iemand die nog wat lichter is. Of net een andere ondertoon heeft. Het kan wel. Ik ga het ook gewoon gebruiken. Maar ik wilde dat wel heel even zeggen. Hij zit gewoon mooi op de huid. Hij blendt mooi. Heel snel aangebracht. Dus ja, en natuurlijk een lichte dekking. Maar nogmaals, dat had ik net al gezegd. Ik ga naar het volgende product. En dat is de concealer. Die ga ik aanbrengen. En daarna poeder ik het af met een poeder van een ander merk. Van Charlotte Tilbury. Omdat ik niks dat van Catrice heb. En ik doe mijn wenkbrauwen ook even van camera. Want er zaten wel producten in het perspakket van Catrice voor de wenkbrauwen uit het assortiment. Maar dat was niet mijn kleur. En ik kan nu ook niks. Niet naar de winkel. Volgens mij liggen ze nog niet eens bij de Kruidvat. Maar ik zit in quarantaine, dus dat gaat ook niet. Dus de producten die ik heb gebruik ik. En de rest vul ik even aan met producten uit mijn eigen collectie. Concealer eruit. Het is de Liquid Camouflage High Coverage Concealer. En dit is in de kleur 010. Dat is voor mij ook weer even gokken of dat het wel een juiste match gaat zijn. Gaan we gewoon. Ik ga het gewoon gebruiken, we zien het wel. En ja. Ik ga dat even doen en dan ben ik een beetje klaar met de basis en dan kunnen we een beetje gaan kletsen. Ik breng eigenlijk alleen de concealer aan onder mijn ogen, want voor de rest heb ik niet echt onzuiverheden waarvoor ik concealer op het moment nodig heb, gelukkig. Een heel klein beetje dichterbij gezet, maar ja, weet je, ik moet het ook maar doen met het licht wat het nu is. Ik vind de basis heel mooi. Dus de skin tint is voor mij goedgekeurd. Gaat qua kleur ook gewoon werken. Misschien komt het nu iets te donker over, omdat ik gewoon wat bleker ben op het moment. Primer ook. Is gewoon een basic product. Het is niet dat ik zeg, wow, geweldig. Maar, hè, voor een budgetmerk. Skin tint vind ik sowieso een aanrader op het moment. Nogmaals, first impression. En de concealer heb ik aangebracht. Is gewoon een goede Catrice concealer. High coverage. Ik heb natuurlijk niet heel veel om te bedekken nu. En voor de wallen werkt hij niet weg. Dat doet geen enkele concealer. Maar hij blendt wel goed. Is een goede kleurmatch. En high coverage. Weet ik niet. Durf ik niet zeggen. Wel een fijn product. Ik ga even afpoederen. En dan gaan we naar het andere gedeelte van de video. Van de producten. Die ik net wat leuker vind om te gebruiken. Dus ik ben zo bij jullie terug. De basis zit erop, de wenkbrauwen zitten erop, dus ik ga met het oogschaduwpalet beginnen, waar ik zelf heel nieuwsgierig naar ben. Dat is het Pro Slim Eyeshadow Palet in Hint of Mint. En die ziet er zo uit. Ik zal het eventjes zo. Zo. Eigenlijk hele neutrale kleuren, een beetje de mint kleurtjes en zeg maar zo'n effect erin wat je nou met Huda Beauty ook heel vaak ziet. Dat zie je nou ook bij andere merken terugkomen. Ja, ik dacht, want dit is voor mij eventjes wennen. Even erin komen en even een slok water nemen. Momentje.
Ik dacht, ik ga gelijk beginnen. Maar misschien is het leuker als ik eerst een paar swatches laat zien. Nou wil ik eerlijk zeggen, swatches zegt niks over de kwaliteit. Als een palet slecht swatch, wil niet zeggen dat die slecht aanbrengt qua ooglook, zeg maar. En als de swatches goed zijn, wil ook niet zeggen dat die heel goed en fijn in gebruik is. Mensen die kijken gelijk, sommige mensen die kijken gelijk van, oh, hij swatcht goed, dus de kwaliteit is goed. Zo werkt dat in de in het echt niet echt, is mijn ervaring erachter, bijna 9 jaar beautybloggen. Maar ik ga een paar kleurtjes swatchen, niet alles, maar de kleuren waarvan ik denk, oké. En op zich, het ziet er redelijk uit. Ik wil natuurlijk wel even zeggen, het is een paletje van een paar euro. Niet vergelijkbaar met Natasha Denona, wat ik meestal gebruik. Of een ander Pat Magrette, waarvan ik paletten heb en zo. Dus ik moet wel in mijn achterhoofd houden van Bianca. Dat kun je niet met elkaar vergelijken. Want die kwaliteit gaat het waarschijnlijk niet zijn voor die paar euro. En de swatches zien er redelijk uit. Het is niet slecht, maar ik weet dat Catrice beter kan. Maar goed, wie weet dat ze het op het oog, als ik het aanbreng, wel gewoon geweldig zijn. Dat ik denk, wow, ja. Dat. Nou, ik ga ondertussen een ooglookje maken. Ik heb echt geen idee nog hoe. Of welke kleur hoe. Ik weet niet hoe. Welke kleur ik ga gebruiken. Dus dat ga ik ondertussen even bedenken. Ik hoop dat met jullie ook trouwens alles goed gaat. Ik had onder mijn video laatst gezien dat er best wel wat mensen die geabonneerd zijn ook momenteel positief zijn getest. En ik hoop dat het goed gaat met iedereen. Dat er, weet je, dat je er niet te veel last van hebt. Ik ben zelf dus al de hele maand ziek, verkouden. Nou, ziek niet, verkouden. Eerst kreeg Sterre corona. Toen was ik ook al, had ik ook al klachten. Maar ik durfde me niet te laten testen. Eerlijk is eerlijk. Dus thuistestje, die was negatief. En ik bleef ziek, benauwd. Als je mijn video's ook terugkijkt, dan hoor je me ook af en toe zo ademen. Dat ik echt denk, waarom zet je dat online? En nou was ik dus afgelopen maandagochtend zelf positief. 2 dagen ziek geweest en de rest, zoals dit, gewoon een griepje. Dus daar ben ik blij mee. Maar ik dacht vanmorgen, ik wil filmen. Ook al klink ik snotterig, verkouden of wat dan ook. Ik ga hem gewoon online zetten. Maar goed, ik weet niet zo goed. Ik begin met de kleur Shady. En die ga ik gewoon even aanbrengen in de crease. En ondertussen maak ik een ooglook. Ik ga ook geen tutorial maken van hoe ik wat gebruik, want daar ben ik gewoon niet zo goed in. En dat vind ik ook helemaal niet leuk om te doen, want dan denk ik, dat doe ik in de reviews ook niet. Er zijn mensen op YouTube die daar veel beter in zijn dan ik. Ik zet mijn lampje aan en ik ga gewoon een ooglookje maken. Ik weet niet of ik dit met muziek doe of versnellen, dat zien jullie vanzelf. Want ik neem hier even de tijd voor en ik zit zo, dus dan zien jullie toch niet zoveel. Wacht, voordat ik iets ga doen. Ik breng hem net aan, heel licht. En dat was een kleur die niet goed swatchte. En hij is wel gepigmenteerd in mijn grease. Dat ik denk, oké. En dat wilde ik even duidelijk maken net. De swatches willen dus niet zeggen hoe die performt op de oogleden, zeg maar. Dus ik ga weer verder. Wel dat ik hier de crease heb aangebracht, zeg maar, de kleur, doe ik het bij dit oog ook. En ik weet dat er mensen zijn die dan, zeg maar, eerst het ene oog afmaken en dan verder gaan met het andere oog. Maar dat kan ik niet, want ik ben zo chaotisch dat ik vergeet wat ik heb gedaan en hoe. En dus ik doe bij deze stap en dan doe ik bij het andere oog gelijk dezelfde stap, zodat ik niet dat kan vergeten. Verder ben ik gewoon heel geordend, maar ja, dat. En ik moet zeggen, de kleur Shady, ja, qua aanbrengen, niks mis mee. Dus die ga ik nog heel even een beetje blenden, vervagen. En dan ga ik even verder kijken. Ik doe Shady zo ook een beetje op de onderste wimperrand aanbrengen. En dan ga ik verder met de look. Ik denk dat ik eerst wat op de bewegend ooglid ga doen. Nou wil ik natuurlijk wel iets van mint doen, maar de mintkleuren zijn, ik denk dat ik zo Charmed op het bewegend ooglid gaan doen. En dan een beetje van Lagoon eroverheen. Weet je wat? Ik doe nog een beetje van de kleur mint. Want ik wil natuurlijk wel mint. Doe ik een beetje in de crease, maar dan wat lager. Het moet natuurlijk wel een beetje een mint lookje worden. Oh.
Want het heet natuurlijk niet voor niks Hint of Mint. En ja, jullie zien er volgens mij geen bal van met deze camera. Vertrouw maar op wat ik zeg. Ook deze kleur, de matte mint, doet het beter op mijn ooglid dan op mijn hand met swatchje. Maar is wel heel poederig. En niet heel krachtig. Dus je blendt hem denk ik zo weg. Dat is wel jammer. Want eigenlijk met het thema hint of mint zou je ervoor moeten zorgen dat de kleuren van het kleurthema juist eruit springen. En niet alleen de neutrale kleuren. Want die heeft iedereen denk ik inmiddels wel voor Catrice. Ik ben bezig ondertussen met de kleur Charm om mijn bewegen ooglid te krijgen. Maar dat is ook nog niet zo'n heel groot succes. Want hij is heel poederig. Ik zit ook helemaal onder. Hij fallout. En met een kwast krijg ik hem niet zo groot aangebracht. Dus ik ga eens kijken of het met mijn vinger... Oh. Ik doe bijna niks en hij is al helemaal gebroken. Niet om dramatisch te zijn, maar... Oh. Deze oogschaduw is nu helemaal gebroken. Ik weet niet, maar ik raak er nog amper aan. Alles zit onder die oogschaduw. Ik ga even verder de look afmaken en dan kom ik zo bij jullie terug. Enthousiast ik was over het palet dat in het perspakket zat en dat ik hem ging uitproberen. Hoe niet enthousiast ik ben totdat ik hem gebruik. En dat is dus niet omdat ik Natasha Denona oogschaduw gebruik normaal. Want ik heb ook heel veel Catrice en Essence paletten de afgelopen jaren getest. Maar dit is hem niet qua kwaliteit. Die oogschaduws die vervagen veel te snel. Kleurverlies, blenden niet goed. Of blenden te goed dat het weg is. De shimmers, vooral diegene die ik net liet zien, die nou helemaal over de tafel liggen en alles. Ja, weet je, ik heb onderhand hier meer oogschaduw zitten dan op mijn oogleden. Dus sorry Catrice, dit vind ik niet zo'n fijn product. Ik heb er ook niet echt een ooglook meer mee kunnen krijgen, want het lukte gewoon niet. De kleuren voor de bewegen ooglid zijn minimaal en gewoon niet zo heel mooi. En jullie willen graag dat ik dingen voor de eerste indruk doe en dan ben ik ook gewoon eerlijk wat ik ervan vind. Of het nou goedkoop of duurmerk is. Dat maakt voor mij dan niet uit. Maar goed, oogschaduw zit erop. En hoe? We gaan naar de mascara. Dit is de Maxit Lash Extension Fibers Volume en Length Mascara. Mooie huls. En ja. Zo ziet het borsteltje eruit. En ja. Gaan we dat maar opbrengen. Ik vind trouwens als ik mascara op doe, nu lijk ik altijd een beetje, als ik geen mascara op heb, lijken mijn wimpers een beetje weg. En dan oog ik een beetje zielig of ziek of wat dan ook. En als ik mascara op heb, dan is mijn blik veel meer open en vallen ze meer op. En daarom ga ik eigenlijk nooit zonder mascara de deur uit. Mascara zit bij beide ogen erop. Mooi zwart. Twee laagjes gebruik ik graag. Ja, zorgt voor lengte en volume. Nou, ja. Nou weet ik natuurlijk niet hoe die de komende dag gaat dragen. Of dat hij nog afbrokkelt of zo van panda ogen of wat dan ook. Maar eerste indruk is echt goed. Dus daar ben ik wel heel erg blij mee. Even kijken, wat hadden we nog meer? Ik heb de lip. Oh ja, de highlighter. Dus dat, nou weet ik niet eigenlijk of dat in de nieuwe collectie zit. Maar er zat geen plusje in het perspakket. En ik heb hem zo in... in het persbericht kan ik me ook niet herinneren dat ik een blush heb gezien eigenlijk. Dus, nee, volgens mij niet. Ik weet het niet om eerlijk te zijn aan mijn hoofd. Dus die heb ik niet. Maar dat hoeft ook niet. Dit is in ieder geval de highlight. Ik ben echt zo chaotisch. En dit is gewoon hoe ik dagelijks ben. Dus ja, dit is de Glow Lover Oily Infused Highlight in de kleur Glowing Peony. Gewoon in de standaard acryl verpakking. Ik had hem ook geswatcht tijdens de PR unboxing. Maar tijdens het swatchen, ik weet niet of ik de clip erin heb gedaan, dacht ik, waar is die highlighter dan? Want het lijkt meer op een poeder. Als ik hem op mijn hand aanbreng, zie ik hier een hele...
zachte kleur. Een hele lichte roze. Van die swirl, zeg maar. Maar geen glans of glitter. Terwijl ik hem om mijn vinger wel heb. Maar dan blend ik hem op mijn hand. En dan is hij weg. Dus ik was tijdens het uitpakken van mijn PR. Dacht ik, waar is die highlight dan? Maar goed, ik ga hem aanbrengen. En dan zullen we het zien. Hij is wel poederig ook weer. Dus ik doe hem heel zachtjes. En dan ga ik hem zo proberen om op... als ik mijn huid fixeer met MAC Fix Plus, dat ik hem dan aanbreng. Misschien dat hij dan meer zichtbaar is. Maar de glow die ik tot nu toe heb, komt echt van de skin tint en de primer. En van de huidverzorging. En niet van een highlighter. Dus, nou ja, ben benieuwd. Oh. Ik weet niet, die streep hier maakt alleen de huid wit. Weet je wel, dat lichtroze poederig wit. En nee, ik ben niet negatief, mensen. Ik ben gewoon eerlijk hoe ik het vind. En meningen verschillen natuurlijk. En we zijn oud genoeg om iedereen daarvoor te respecteren. En begrip voor elkaar te hebben. Als iemand anders iets wel heel leuk en mooi vindt. Gewoon lekker gebruiken. Doe ik ook namelijk. En ja. Dit. Kijk, je ziet het hier. Is gewoon een witte streep. Streep. Ja. Van deze poeder. Het is geen highlight. Want die glow had ik al. Dat is gewoon echt puur mijn basis. Maar die witte waas hoef ik ook niet echt te hebben. Nou ja, ik kan niet allemaal even voor iedereen even werken, maar dit vind ik geen succes. Sorry. Ik ga het even fixeren. Dat doe ik met MAC. Ik heb dus echt wel een glowy huid, want op die poederige highlighter van net na. Want ook bij mijn neus en zo. En ja, mijn huid ziet er gewoon heel goed uit. En dat... Natuurlijk heeft dat met huidverzorging te maken. Misschien dat ik daar ook een keer een video over ga opnemen. Maar ik gebruik natuurlijk heel veel producten, want ik test heel veel. Dus ik heb niet echt een vaste verzorgingsroutine, maar misschien. Maar ik denk toch echt dat dat een combinatie is van deze twee. Dus ja, daar ben ik wel heel blij mee. Het laatste product alweer is een lippenbalsem. De Wild Hibiscus Glow Lip Balm. Er zat ook een lipbalsem in die op Huda Beauty lijkt. Als je echt geen idee hebt waar ik het over heb, kijk straks ook voor de PR unboxing. En die geeft alleen maar puur glitter af. Die gaf bij mij een hele lichte, wittige kleur op mijn lippen. Dat ik dacht, weet je, dat vond ik niet zo mooi. Dus ik dacht, ik doe die. En die is wel echt... Dit is mijn kleur. Nou gaat hem... Het is geen lipstick, maar goed, het gaat om het idee. Oké, deze zorgt dus wel voor een beetje kleur. Meer dan een lippenbalsem vaak doet. Mooie kleur. En hij voelt heel boterig, romig aan. Op de lippen niet vervelend, zacht. Ja. Dit is wel eentje die ik vaker ga gebruiken. Ja. En dit is de uiteindelijke look die ik met de Catrice producten heb gemaakt. Ik zal even mijn bril afzetten. Maar ik dacht, ik zet mijn bril op. Want dan zien jullie de ramp van de oogschaduw niet. Kijk, zo valt het wel mee, hè? Nee, helaas niet alles was even fijn en goed. Maar wat ik wel absoluut aanrader vind, is de skin tint. Voor me, als je een minimale dekking zoekt. Als je echt full coverage glam foundations houdt, ja, dan moet je ook niet aan de skin tint beginnen of aan de BB cream. Maar dat is logisch. De primer, de vitamine C Fresh Glow, prima. Ik kan nou niet zeggen of dat mijn make-up langer blijft zitten, want... Het is een eerste indruk video. Maar de combinatie samen zorgt er wel voor. En goede huidverzorging. Dat ik een glow over mijn huid heb. En dat met een drogere, iets rijper wordende huid sowieso altijd fijn. Dus aanraders. Deze vind ik. Concealer ook. Prima product van Catrice. De highlighter. Is geen highlighter. Ik vind het geen highlighter in ieder geval op mijn huid. Ik vind dit gewoon een poeder. Die ik niet eens... Wacht even. Als je heel veel aanbrengt... Nee. Catrice heeft mooiere highlighters in het assortiment. Daar zou ik eerder naar kijken. En, oh ja, het oogschaduw palet. Die had ik al verder weggelegd. Ik was heel enthousiast.
Het was, idee is leuk. Maar de kwaliteit is er gewoon niet. Sorry. Sorry, dit is voor mij niet een product die ik vaak ga gebruiken. Want er zijn zoveel betaalbare paletten van Catrice en Essence geweest de afgelopen jaren. Dat ik deze kwaliteit een beetje teleurstellend vind. Maar goed, dat is mijn mening. Ik zeg het er nog maar even bij. Want ik wil niemand kwetsen of teleurstellen. Of dat ze boos worden. Want dat gebeurt op YouTube. Sowieso social media. De mascara ook een aanrader. Vooral als je lengte en volume zoekt. Ik weet natuurlijk niet, disclaimer, hoe dit vandaag verder gaat met afbrokkelen eventueel. Maar zo, de eerste indruk is goed. En de lippenbalsem ook. Maar daar kan niet zo heel veel aan fout gaan. Dus twee producten. En de rest vind ik wel gelukkig heel erg mooi. Ik hoop dat jullie het leuk vonden dat ik zo'n kletsvideo... Het was niet heel veel kletsen, want ik wilde me wel focussen ook op de make-up. Maar iets chaotischer, iets meer kletsen, iets meer minder bewerken, denk ik. Dat het iets spontaner blijft. Met hier en daar een slok drinken en misschien een keer hoesten. Maar goed, zeg, ik voel me verder prima. Ik vond het heel leuk om te doen. Vooral zo op de video. Dus eventjes wennen. Want ik doe het natuurlijk altijd in artikelvorm op Pinkit.nl. Maar ik vond het eigenlijk wel heel erg leuk. En dan hoop ik dat jullie dat ook vonden. Dat ik het vaker kan doen. En dan ga ik het gewoon doen. Ook al kijkt er niemand. Zo aangewezen ben ik dan ook weer. Ik wil jullie in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Laat hieronder ook even weten welk product er op jullie wishlist staat van Catrice. Of dat je denkt, nou Bianca, die ga ik ook niet halen. Ik ben heel benieuwd naar jullie reacties hierover. En ik wil jullie een fijne dag wensen. En tot de volgende video. Doeg allemaal!